Ik denk dat het op het moment wel een beetje een trend is. Maar ik denk dat het sowieso goed is dat dat gebeurt. En groente in de hoofdrol zou eigenlijk altijd zo moeten zijn. Maar het zal niet altijd zo kunnen. Dus ja, eigenlijk een trend, maar het zal toekomst hebben. Het is de toekomst, dat zal moeten. De mensen zijn gemaakt om planten te eten. En soms iets wat rent, vliegt of zwemt langzamer dan de mens. Wat je niet kan vangen in je blote kont zonder gimpies. Ik denk dat het wel de toekomst is. Zeker na alle vleesschandalen die we hebben gehad. En ja, met groenten kan je natuurlijk heel erg goed onderscheiden. En er zijn meerdere soorten groenten dan soorten vlees. Dus voor een kok is er heel veel creativiteit uit te halen natuurlijk. Ik denk dat de toekomst wordt om heel dicht bij jezelf te blijven. En hij vindt dat groenten zo de hoofdrol daarin moeten spelen. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En ik denk dat er nog steeds ook restaurants op vlees kunnen draaien en op vis kunnen draaien. En dat daar ook steeds betere methodes in worden gevonden. Dat het ook heel verantwoord is om zo te blijven koken. Nou, ik denk dat hij beide te pakken heeft. Het is natuurlijk al enige jaren aan de trend vanuit vanuit juni, maar ook vanuit Frankrijk. En daar heeft hij fantastisch op ingespeeld. Nou, zijn boek heet 80-20. 20 jaar terug was het 20-80. Dus 20% groente en 80% vlees. En hij draait het om. Dat is het grote verschil. Nou, heel weinig denk ik. Ik denk dat een chef-kok 20 jaar geleden ook heel veel, net zoals Neven dat heeft, heel veel doorzettingsvermogen, creativiteit, eigenwijsheid, nou ja, noem maar op. Het gaat erom hoe de aard van het beestje is en niet hoeveel jaar het geleden is. Dat we iets socialer worden, vooral denken we. Maar het komt wel iets meer op de voorgrond dat de chef ook daadwerkelijk wel uit kan leggen waarom hij iets doet. En niet alleen maar keihard staat te rammen in een donker hol. Ik denk als je chefs van de oude stempel hebt, als je dat bedoelt, denk ik dat het grote verschil is dat het juk eraf is. Wij mogen doen wat we willen en dat doen wij ook. En de gast rekent ons af en niet alleen maar Michelin of wat andere, maar ook de gast rekent ons af en dat vind ik goed. Ja, een chef van 20 jaar geleden was denk ik nog veel meer op zoek naar zichzelf. Terwijl Niven vanaf het moment dat hij voor zichzelf is begonnen eigenlijk al wist welke kant hij uit wilde. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de jonge chefs van tegenwoordig hebben die ervaring al meegekregen van die chefs van 20 jaar geleden. Dus er zit een wezenlijk verschil tussen. Misschien wat minder streng, misschien wat meer sociale contacten met zijn medewerkers. Maar daarnaast denk ik ook gelijk vanaf het eerste moment weten wat hij wil. Je eigen wijsheid blijven volgen. Ik denk dat dat wel belangrijk is aan Niven. Dat je je eigen ding moet doen. Je gaat gewoon, je volgt je intuïtie, je volgt je gevoel. Je ontwikkelt een filosofie en daar wijk je niet vanaf. En dat doet Niven. Nieuwsgierig blijven. Zijn idee over groentes is natuurlijk een hele mooie en ik denk dat ze daar heel veel van kunnen leren. Want er zijn nog steeds heel veel jonge koks die dat helemaal niet kennen. Die ook niet, die nog steeds eigenlijk het oude riedeltje doen. Vlees, beetje groente en jus. Daar kunnen ze heel veel van hem leren. Nou ja, eigenlijk wel een beetje de dingen die ik net zeg. Hè. Passie, doorzettingsvermogen, eigenwijs zijn. Want dat is ook wel heel belangrijk als kok zijnde. Gewoon je ding doen en passie daarin hebben. Ik denk dat ik er wel 30 kan noemen, maar laat hem. Het is een gifkikker, een doorbijter en een jochie met een hart op de goede plek. Een nieuwsgierig, eigenwijs pestjong. Topgozer, eigenwijs en een drammer. Gezellig, irritant en heel gezellig. Ik denk een wilde jonge hond.